We hebben gekeken of de raten mooi zijn, mooi wit zijn, of de broed in zit, of het volk rustig is, of er voldoende voer in zit door hem te wegen. Dat hebben we dus nu gestopt om in. Je kunt dat toch openmaken? Nee, nee. Nou, dat kan wel, maar dat hoeft niet. Sta jij hier niet meer? Nee. Dan wordt hij gestoken. Je kunt hem wel openmaken, maar je kunt het ook zo zien. Dus het heeft geen zin om het open te maken. Want die bijen komen niet meer terug, hè? Die ben je kwijt. Die broed zit er helemaal in. De bijenmarkt, wat houdt dat in? Nou, de bijenmarkt houdt eigenlijk in dat hier bijen aangevoerd worden. En die worden dan verkocht aan andere imkers. Vroeger kwamen al de Betuwse imkers hier naartoe, naar Veenendaal toe. En dan kwamen ze uit de heide vandaan, de Veluwe vandaan. En die kochten dan die bijen weer voor de heide. Dat was eigenlijk de bedoeling. Ik zie toch belangstelling, zeg maar. Ja, er is best nog wel belangstelling, maar we hebben eigenlijk één probleem en dat is internet. Tegenwoordig zet iedereen de bijen op internet en ze zijn verkocht voordat ze op de bijenmarkt komen. Hè? Maar dat is toch niet leuk? Ik bedoel, je moet de bijen toch zien en ruiken? Ja, je moet bijen zien en ruiken, dat is het leukste ervan. We hebben in Nederland ongeveer een 25 bijenmarkten en er zijn er maar een stuk of 5 meer waar nog bijen aangevoerd worden. Dus dat is niet zoveel meer. De vereniging hier, waar ik voorzitter van ben, heeft een aantal faciliteiten. En een daarvan is de belangrijkste, is de bijenstal. Om de Melmse weg, achter het kerkhof. En die gaan wij volgend jaar verlaten. We hopen dan binnenkort te weten waar we naartoe gaan. In de winter hebben we een aantal bijeenkomsten, 6, elke maand 1 keer. Dat doen we in de Groenhof, daar waar het IVN zit, in Groei en Bloei. Mogen wij ook onze vergaderingen houden. En daarnaast hebben we nog, mogen we onze bijen stallen bij de Ketelweg Blauwe Hel. Mogen we ook volkjes neerzetten. Dat zit tussen de 80 en de 100 euro. En de Ronde Korf doet iets tussen de 50 en de 70 euro. Gefeliciteerd. Dankjewel. Applaus, dames en heren. Dankjewel. Wat mij betreft, gefeliciteerd. Fijn dat je was. En op het volgende jaar, alsjeblieft, blijf je aan de shoptermijn. Gefeliciteerd. En ik kwam met Udel. Met Udel, ja. Van de Veluwe.